If corruption no bonde, I ba fu sai de mi bongwe. If corruption. In de 10e verkeersveiligheidsmaand zijn er 6 verkeersdoden genoteerd. Dat zijn er 2 dodelijke slachtoffers meer dan in 2020. Dit zei minister Kenneth Amoxie vandaag bij de afsluiting van de verkeersveiligheidsmaand 2021. Het thema dit jaar was gezondheid en veiligheid eisen voorrang. Amoxie liet weten dat de lockdown er niet voor heeft gezorgd dat de gemeenschap verantwoordelijker is geworden in het verkeer. Hij zegt dat er meer draagvlak nodig is om het aantal verkeersongevallen terug te dringen. Minister Amoxie doet een beroep op de samenleving om aan de weg van veiligheid te blijven timmeren. De 16e Caribische Week van Landbouw is vandaag tijdens een virtuele meeting gelanceerd. De bedoeling van deze week is de landbouwproductiviteit in de regio te bevorderen, om zodoende de economische activiteiten en de voedselzekerheid te verhogen. Dit moet op termijn zorgen voor een gezonde CARICOM-gemeenschap. Joseph Cox, assistant secretaris-generaal van Handel en Economische Integratie van de CARICOM, gaf aan dat de focus vooral gelegd zal worden op de veerkracht en duurzaamheid van landbouwproductie. Tijdens de bijeenkomst zijn regionale en internationale perspectieven op de impact van digitale vaardigheden besproken. Verder is gediscussieerd over de stappen die de taskforce het komende jaar zal ondernemen en het opstellen van een nieuwe agenda om de toekomst van leren te versnellen. De 16e Caribische Landbouwweek zal volledig virtueel gehouden worden vanwege de COVID-19-pandemie. Het thema voor dit jaar is onze voedselsystemen transformeren.